goedemorgen op deze zondagmorgen. Nee, ik lieg dat ik barst. Goedemiddag op deze zondagmiddag, want het is al 1 uur. Het is zondag 26 mei. Dat houdt in dat mijn husband jarig is en wij 16 jaar getrouwd zijn. Hip hip hoera. Waar is hij dan? Hij ligt op de pijnbank. Hij ligt voor zijn tato. Dus misschien ga ik dadelijk daar nog heen, maar ik weet niet of dat redt, want hij wil bami met zijn thee eten. En je weet, bami met zijn thee wordt hier uitgebreid gemaakt. Heel lul verhaal, bla 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 bla. Meid op de bank. Niet dus, ik heb een lekker luchtje voor hem gekocht. Giorgio Armani, You. Is weer totaal wat anders, want hij heeft meestal Hugo Boss of Kenzo of Chanel. Dus maar vond hem lekker. Oh, is dat hier trouwens? Dus. En we hebben geen taart of gebak of wat dan ook. Nee. Dus, batterij is leeg, zie ik. Dus ik ga het even gauw mijn dingetjes doen en ik zie je daar. Een hele goede morgen op deze maandagmorgen, waarin het zonnetje weer lekker schijnt. En nee, ik heb gisteren niet meer gevlogd. Ik moest mijn camera opladen en die op tafel gegooid en verder niks meer meegedaan. We hebben een lekker dag gehad. De Ron is lekker weer getatoeëerd, mooi geworden. We hebben lekker gegeten, we hebben lekker gechilled. Dus het was gewoon een lekker dagje. Dus, maar nu weer back to normal, alles naar school, naar het werk, aangekleed. En ik ga het even mijn dingen doen. Dus, let's go. Een hele goede morgen op deze dinsdagmorgen. Nee, ik heb gisteren niet meer gevlogd. Gaat nergens over. Dus, maar goed, het is dinsdag. Het hoost, het onweert en mijn kind gaat naar de Efteling. Ja, het zal dadelijk nog wat droog worden, dus fingers crossed voor die meid. Dus, aangekleed. En ik ga wachten tot het droog wordt. Ja, ik heb dan mijn haar gedaan. Had ik beter niet kunnen doen. Dus, ja, lekker kut. Goed. Dit bedoel ik dus. Kansloos. Ugh. Wordt wel een lekkere vlog, kan ik je vertellen. Nat. Weer mijn vlogcamera vergeten boven. Ik denk, nou, ik ga hem nou maar pakken. Maar kijk, ik vind die trappenkleur. Dus, heb je zonder weg naar huis. Want het regent, kut weer, dus we kunnen niks doen. Ik ga ondertussen even mijn eten maken. Ik kan ballen in mijn bek, dus daarom ga ik zo graag. En dan moet ik even terug naar de officieel. Mijn ogen worden opnieuw gemeten natuurlijk. Zo, dat loopt wat makkelijker. Ja, dus ik ben benieuwd. Ik zal vanmiddag gebeld worden door Talpa voor iets leuks. Maar dat moet even schuiven naar morgen. Want Nio lopen krukken. Dus dat moet ik ook nog een en ander doen. Dus. Gaat lekker. Ik heb mijn haar gedaan. Zie jij het nog? Nee. Maar goed, ik ga mijn broccoli snijden, mijn kip marineren. Dan staat dat alvast allemaal klaar. Als thuis kom, kan ik gelijk eten. Ik heb altijd honger als ik weg ben geweest. Dat is niet normaal. Onderweg vergeet ik mijn eigen helemaal dat dief is. En als ik thuis kom, moet ik eten. Want dan heb ik gewoon mega honger. Dus dan merk ik toch wel dat ik weer hoop energie verbruik. Niet goed. Maar goed. Ik ga doen. En dan moet even getankt worden. Ja, dus het is er weer van doen. Deze meid is thuis en die loopt op krukken, de bof komt. Wat? Is druk aan bellen. Yes. Ja, Hubby is in de tuin bezig. Yes. Nee. En ik ben aan het koken. Op de bak. Ja, gaan we wokken. En klaar. Zo, ik ga het volgende keer afsluiten. Ik heb even lekker een middagje quality time met mijn husband gehad. Dat is ook wel even lekker hoor, moet ik zeggen. Ja, ik ga hem heen naar alles anders, want ik moest natuurlijk terug van mijn bril. Ja, is goed. Dus en daar nog even lekker lopen slenteren en lopen shoppen. En oh heerlijk, het is zo lang geleden dat wij het samen hebben gedaan. Want ja, we zien elkaar wel, maar heel weinig. Druk en onderweg, alle twee. En ja, dus we hebben alle twee genoten. Hij zegt, was leuk hè? Ja, leuk. Gaan vaker doen. Maar goed, even Hans Anders verhaal. Ze hebben weer mijn ogen gemeten. Nou, aan de bril ligt het niet. Maar ik heb nog maar 80% zicht, zeg maar. Dus dat gaat steeds meer achteruit. Dus nu moet ik naar een oogcentrum.
En daar mijn ogen volledig laten scannen, zeg maar, en screenen. En dan kijken hoe wat we daar nog verder mee kunnen doen. Dus ja, maar ja, goed, we weten natuurlijk, resultaat takelt af. Ja, nu zijn mijn ogen het. Nee. Maar goed. Ja, Nio lopen krukken, dat hebben jullie gezien. Dan krijg je dus, waarom lopen ze krukken? Ze voetbalden net. Ja, ze voetbalden. Met de nadruk op een de. Dus ze was toch nog geblesseerd. En ze had wel gekiept en een paar keer een wedstrijdje meegedaan en zo. Maar ging het toen niet worden. En toen ging ze dus weer doorheen. En toen moest ze rust houden. En toen is het eigenwijs kut toch gaan voetballen. En ga gimmen. Ja, en dan krijg je dit. Dus nu moet ze naar een sportgeneeskundige in het ziekenhuis. Maar dan kan ze pas fucking 5 uur terecht. Dus ik ga van de week even de dokter bellen. Even vragen of er eerder wat geregeld kon worden. Want ja, soms tot 5 uur zo lopen. Dus ja, dat is ook kut voor haar. Dus ja, dat is wel een dingetje. Rasse is naar de Efteling geweest. Dus ze hebben het super naar de zin gehad. En als het goed is, is ze over een half uur onderweg, 5 uur. Dus, en de schat. Mam, ik heb een aandenken gekocht dat ik hier ben geweest. Maar ik kon niet mijn cadeautje kopen voor jou, want we moesten weg. Vind je dat erg? Oh. Ik zeg nee. Ik zeg, waarom geen cadeautje? Ik zeg, het is jouw dag. Ik zeg, dan moet jij lekker je centjes uitgeven aan iets. Aan aandenken van dat jij daar die dag bent geweest. En dat je het naar je zin hebt. Echt waar? Ik zeg, ja, echt waar. Och, ik ga er helemaal doodknuffelen dadelijk als ze thuis komt. Echt. Ik denk dat ze wel een blogpost erover maakt. Ja. Ik vind het wel leuk. Dus, zo toen. Heb ik verder al stond te lullen? Ja, de zon schijnt. En morgen wordt 19 graden. Jee. Dus daar word ik wel weer vrolijk van. Donderdag is iedereen vrij. Rondje ook. Dus misschien kunnen we dan ook wel even wat lekkers gaan doen. Wat leuks gaan doen. Moeten we maar even kijken. Dus. Maar voor nu. Bedankt voor het kijken. Ik weet het, het is een beetje een rommelig kutvlog, maar that's my life. Ik zie jullie zondag. Ja. Yeah.